We staan hier voor het programma Op Beun in Groningen met weer een oud voorwerp. Ik weet niet wat dit voor voorwerp is en dat ga ik aan de mensen hier in de straat vragen. Ik heb hier een oud object. En mijn vraag is, zou u weten wat de functie hiervan is geweest? Koffie maken, koffiezetter. Dat je de meel in doet. Geen idee. En dat het in het laadje er weer uit kan. Denk een kapotte koffiemolen. I have no idea, I don't know. No? Something for coffee or I don't know. It looks like, hè? Yeah, it looks like. Yes. Lijkt een beetje... Een bedelnap. Een bedelnap. Doe ook denken aan koffiemolen. Daar lijkt hij ook inderdaad op, ja. Maar... Een scheider van afval. Nee, dat is een mooie. Sorry, V en T betekent ook iets. Ja, vast. Vast, denk ik. Denk je? Ja. Ik heb eigenlijk een ingeving. Nou, welke ingeving? Nou, een sigaar, daar wordt een stukje van afgeknipt. Ja. Om, zeg maar, te gaan roken. Ja. En vroeger, die stukjes werden gebruikt als pruimtebak. Want men gooide niks weg. Nee. Maar daar past het namelijk precies hierin. Van die kleine stukjes van de sigaar. Ja, iets met geld erin. Eigenlijk weet ik het verder echt niet. Zal ik hem even open doen? Kijk, want er zit een iets tussen. Een scheidingswandje tussen. Iets van gokken. Dit is een heel bijzonder voorwerp. Maar wat is het nou? En dat gaan we aan Erik vragen. Wij zijn in Groningen op pad geweest met dit voorwerp. We hebben hele leuke reacties gehad. Maar ja, iedereen ontzettend nieuwsgierig van wat is het nou echt? Ja, wat is dit nou echt? Nou, ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit gelijk raadt. Rond 1900 had je nog geen gemeentehuizen, nog geen stadshuizen in onze dorpen. Dan vond de gemeenteraad, die zat meestal in hotel het gemeentehuis. Dus dat was een plaatselijk horecabedrijf, dat was dan een hotel. En daarnaast vond daar ook de gemeenteraad plaats. Nou ja, en waar moet er wel eens worden gestemd? Dat is in de gemeenteraad. Nou, en hoe kun je dat nou doen zonder dat je collega's zien wat je stemt? Nou, daar hadden ze dit ding voor bedacht. Dit is een hele oude stembus van rond 1900. En daarvan kun je het deksel afnemen. En dan zitten er binnenin twee compartimenten. Naar links en naar rechts. Dan ben je ergens voor of je bent ergens tegen. En nadien wordt de lader eruit gehaald. En dan kunnen de stemmen worden geteld. Maar zo kun je in feite... En dat is stemmen is natuurlijk een beetje een anonieme aangelegenheid. Zo kun je anoniem zeggen van ik ben ervoor of ik ben er tegen. Dan moet je dus wel omdenken dat je het goede vakje doet. Dus, en wat ook nog heel leuk is, toen ik het uit elkaar hield, viel me op dat het gemaakt is van hele oude sigarenkistjes. Bedankt voor de uitleg in ieder geval, Erik. Het is wel leuk om te horen altijd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende op Beun.